goed. De situatie nu in asielzoekerscentra die is doorgaans onveilig voor homoseksuele asielzoekers. Dat constateert het COC, de Belangenvereniging voor Homoseksuelen en Lesbiennes, in een vandaag verschenen rapport. Er sprake van discriminatie en geweld. En het COC noemt de situatie zeer ernstig. He beat me by bicycle. He kind of wanted to rape me. I felt very bad, not safe at all. Het COC is geschokt. Geweld en discriminatie. Homoseksuele asielzoekers worden er dagelijks mee geconfronteerd. De ernst wordt voor mij het beste aangegeven doordat het in de hele keten mis kan gaan in de asielzoekersprocedure. In het COC-rapport staat: de situatie in de opvang is doorgaans niet veilig. In de asielzoekerscentra worden homoseksuele asielzoekers bespuugd, uitgescholden, in elkaar geslagen en in een van de onderzochte gevallen zelfs bijna doodgeslagen met een fiets. I was in speakers to listen to music and I didn't pay attention what's around, yeah. And he came by bicycle and he beat me by bicycle. Discriminatie komt vaak voor door asielzoekers, maar soms ook door COA-medewerkers. Belachelijk maken, uitschelden of juist te weinig actie ondernemen bij discriminatie door mede-asielzoekers. We were attacked by one boy several times. Several rapports we had from one boy, yeah. And we until now live in with him in one camp. Nobody separate us, you know. Ja, het is afschuwelijk dat mensen door mede-asielzoekers worden gediscrimineerd en worden bedreigd, hè, soms zelfs met de dood. En het is natuurlijk echt ongehoord als COA-medewerkers daarvan onder op de hoogte zijn, dat ze daar niet op ingrijpen. Je verlaat huis en haard omdat je in eigen land grote risico's loopt vanwege je seksuele geaardheid. Toch al niet een onderwerp waar je heel openlijk over durft te praten. I came to Nederland because I faced persecution in Uganda. They are also trying to put up a law that seeks to bring death penalty or life imprisonment if you are caught practicing homosexuality. We spreken met twee mannen uit Oeganda, Robert en Jonathan, die allebei nog in aanmerking moeten komen voor een verblijfstatus. Eén van hen wil niet herkenbaar in beeld. En we ontmoeten Alicia en Anastasia, twee jonge vrouwen van 27 jaar die anderhalf jaar geleden uit de Oekraïne zijn gevlucht. What will happen to you if you are openly gay? People can beat you. Can beat you. Can kill you is no is if you cannot run, yeah. And if even come policemen and they understand the reason why people beat you, they will not help you. They will not protect you. Yeah. Because policemen also homophobes. Het COC-onderzoek onder 29 homoseksuele asielzoekers is zeer kritisch over de onveilige situatie in asielzoekerscentra. Anastasia zegt hierover in het rapport: ik voel me zeer onveilig. In het eerste AZC heeft iemand geprobeerd me te vermoorden. In camp there are too much people from different cultures, yeah, and too much cultures also don't accept homo people, yeah. And so when we came to AZC, when everyone knew who we are, we got some problems, you know, fights. Not only words, yeah. Sometimes really fights. Yeah. One man even came and say, "I want to kill you." Yeah. Because, and after that, when policeman came to that man, he said, "Reason because they are lesbians." Are you afraid? Yeah. Sometimes I'm afraid. For example, when I was put in deportation camp in Tarapo. There was a guy, he kind of wanted to rape me. I also told my case manager in Tarapo to try to do something about the guy, this and that, but they never did anything. They never did anything. Homoseksuele asielzoekers voelen zich niet alleen onveilig en onbeschermd, ook voelen zij zich vaak onheus bejegend in de asielprocedure. Zo ook Alicia en Anastasia. Ze hebben inmiddels een verblijfstatus, maar de weg ernaartoe was niet makkelijk. De man die mij ondervroeg zei: jij ziet er helemaal niet uit als een lesbienne. Als ik niet beter zou weten, zou ik zeggen dat jij een jonge, mooie vrouw bent.
Het is alsof mensen me meer geloven als ik mijn hoofd kaal zou scheren en mijn overgebleven haren paars zou verven. I was in shock, yeah? Because his conclusion, I didn't understand his logic. Yeah, but and it's not normal. Yeah, that interviewer. Yeah, interviewer speak said like that. That. It's not his work to decide beautiful or not beautiful. She is. Jonathan kreeg zelfs zeer expliciete, intieme vragen om er blijkbaar zeker van te zijn dat hij homo is. They were asking you so much questions. What you do in bed? Who is your boyfriend? Something like that. Too many questions. Were very intimate questions? Yeah, in questions, yeah. About sexuality? Sexuality, how would you do sex, something like that. Sex positions, I think. Ask about sex positions? Yes. With whom you had sex, you know, some questions was not so comfortable for us. Even about there were sex, two about every sex. Clothes? Yeah. Some questions, was too intimate, very intimate. I think, yeah. Wat zeer ernstig is, is dat ook medewerkers van COA, van IND, van de dienst terugkeren en vertrek, last hebben van vooroordelen en kunnen discrimineren. En de asielzoekers die zijn gevlucht uit hun land juist om dat te ontvluchten. En dan worden ze er hier weer mee geconfronteerd. En dat is wel echt ernstig. Het ministerie van Justitie wil op dit moment geen commentaar geven.